Hallo, het is mijn eerste video boodschap, want ik heb een mededeling voor jullie allemaal. Ik ga na 9 jaar stoppen als studieleider van de masteropleiding kunsteducatie, want ik ga mijn stokje overdragen aan Michiel Koelink, die nu tegenover mij hier zit met een laptop, voor jullie naast mij. En we hebben bedacht, we gaan als een soort van videoboodschap Michiel aan jullie voorstellen. Dus Michiel, je komt naar de master als hoofd. Kan je kort vertellen wie je bent? Ja, Michiel Koelink. Gestudeerd in Groningen aan de master Frank Moore Instituut. Interactive Media en Environments gestudeerd. Als kunstenaar in het kunsteducatieve veld terechtgekomen. Ik ben gaan lesgeven op de docentenopleiding in Amsterdam op de Breitner Academie. Dat is nu 13 jaar geleden. En heb mij steeds meer gespecialiseerd in kunst, wetenschap en technologie in het onderwijs. Hoe die met elkaar op een volwaardige manier voor de kunsten ook verbonden kunnen worden. Veel in dialoog ook met Emiel Heine daarin. Toen werd je geattendeerd op dat er een vacature was voor het hoofd kunsteducatie. Ben je gaan solliciteren? Je bent het geworden. Wat vind je daarvan? Ja, een enorme eer. Ik vind het echt waanzinnig. Ik vind het spannend, uitdagend. Heb er zin in. Waar heb je het meeste zin in? Maar overzien. Waar heb je het meeste zin in? Waar zet je je tanden in? Nou, ik heb echt wel zin in een baan waar ook een vaste groep, een vast team bij zit. En het is voor mij de eerste keer ook een leidinggevende functie. Dat vind ik heel spannend. Ik ben heel benieuwd hoe ik dat ga doen. En ik denk dat ik dat kan. Maar dat moet ik natuurlijk wel nog bewijzen. Het is een heel erg leuk team waarin ik terechtkom. Ik ken de meeste mensen al. Ik heb ze gesproken. Ik heb natuurlijk al vaker op de master gastdocentschappen mogen vervullen. En ik denk wel dat er uitdagingen zijn ook voor de master. In de werving, in het nog meer verankeren en eigenlijk de afstand tussen praktijk en de masteronderzoeken nog meer verkleinen. Dat lijkt me heel spannend om naar te gaan kijken wat er allemaal de mogelijkheden zijn. Ja, het zijn zoveel dingen die op je afkomen bij zo'n nieuwe baan. Ik denk dat wij als team ook wel zin hebben om met jou samen aan de slag te gaan. Want ik blijf in het docententeam. Ik blijf docenten voor de master, waar ik ook veel zin in heb. En ik denk, ik wens jou toe, Michiel, dat je juist je eigen kwaliteiten en je eigen expertise ook heel erg inbrengt. Vanuit de beeldende kant, vanuit die verbinding, die interdisciplinariteit. Ja. En ik hoop dat je een sterke verbinding met andere masteropleidingen en met het werkveld nog verder tot stand kan brengen. Dus ik zou zeggen, ik geef je bij deze nu het stokje over. Wanneer begin je trouwens, Michiel? Oh, ik moet hem even aanpakken hoor. Ja, wanneer begin je? Wat een fraaie stok, Koedroen. Dankjewel. Ja. 1 juni ga ik van start. Dan ben ik het nieuwe hoofd en dan ben jij een grote verantwoordelijkheid lichter, nou, waar je volgens mij ook wel zin in hebt. Ik verheug me daar in elk geval op, maar ik verheug me ook op de samenwerking met jou en de tak met alle vertakkingen. Dus ik zal zeggen, zet hem op en we zien elkaar en we zien ook jullie het werkveld, hoop ik, met de volgende activiteiten. En ik hoop dat ook momenten weer zijn dat het niet meer via dit scherm moet, maar dat het live weer kan. Nou, voor iedereen bedankt en dankjewel. Tot ziens.